welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Iemand en vandaag zijn we weer bij de 8e aflevering van onze Discord bot tutorial V-versie 13. Vandaag laat ik jullie zien hoe we een clear command kunnen gaan maken. Nou, allereerst gaan we in onze code duiken. Natuurlijk zei ik daarnet dat we een clear command gaan maken, dus we moeten een nieuw file maken bij comments. Dus doen we rechte muisknop op onze comments en dan klikken we op nieuw file. Dan, ik noem dit clear.js. Je kopieert het stukje van hallo.js. En je doet deze interactie weghalen. Ik noem het even interactie, maar het is natuurlijk geen interaction. En doen we de naam veranderen naar clear, anders werkt onze command niet. Wat doet dit? Ja, de clear command zorgt eigenlijk voor dat je, ja, dat je bepaalde berichten in één keer kunnen verwijderen. Nou, nu gaan we beginnen. Nu gaan we beginnen met de controllers van voor het command. Dus als iemand daar geen toestemming om heeft, dan moeten we daar ook een berichtje toe. Maar ga je het niet uitvoeren? Dan doen we if de zaakjes. Uitroepteken message.member.permissions.has. Dan tussenhaakjes, dubbele quotes. Nee, dat werkt niet. Oké. Okay. Noem deze even. Ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken. Dus ik ga het ook niet proberen. Nou, dan gaan we ook een berichtje terugsturen als hij die permission niet heeft. Dus dan doen we return message.reply. Tussen haakjes dubbele quotes. Je hebt geen toestemming. Ik doe ook even een symbool. Oh, met Windows toetspunt. Krijg je dit? Oh, ja, dit zijn even allemaal van anderen. Hier, doe dit wel. Doe die wel. Joehoe. Oké, nu als hij geen getal heeft meegegeven, moeten we een berichtje toch sturen. Dus dan doen we met if, de zaakjes, uitroepteken, ax, 0. Dus als hij niks heeft meegegeven bij onze plaats, 0, dan doen we een berichtje terugsturen met return message.reply. Reply. Tussen haakjes. Dubbele quotes. Ik gelieve een aantal op dat je wilt verwijderen. Geef een aantal. Geef de aantal op die je wilt verwijderen. Ja, voorbereiding staat er alweer fout. Halleluja. Nu kunnen we nog een tekst meegeven, maar we willen natuurlijk een getal meegeven en geen tekst. Ja. En daarvoor zorgen we met if tussen haakjes. Moet ik even aflezen. Pers int, dan weer tussen de haakjes, dan onze argumenten op 0. Wat dat betekent, geen flauw idee. Hierachter doen we gekrulde haakjes, want we gaan hier iets in typen. En dat is, we moeten natuurlijk, ja, we moeten onze nummer die de gebruiker heeft meegegeven opslaan. En dat doen we met, van. Je kan het altijd in het Engels houden, maar ik doe lekker even eigenwijs Nederlands. Nummer. Van nummer is onze passing. Oh, die hoort er niet. En dan hier op onze argumenten op 0. Nou. En dan plus 1. Wat betekent dit nou? Ja. Wanneer bijvoorbeeld staat 5, zeg maar wat. Dan gaan we kijken, normaal zou hij 1 nemen,
Maar nu gaat hij het soort van maal 5 doen. Bijvoorbeeld. Of ik leg het verkeerd uit. Het kan ook. Ik heb al meerdere keren iets verkeerd uitgelegd. Dit snap ik niet. Dus ik ga maar snel heen. Message.channel.bulk. Delete. Dan tussen haakjes onze nummer. En dan. Tussen haakjes. Dan een soort van pijltje. Gekrulde haakjes. Nou, dat ging er niet goed uit. Doen we if onze passinct. Tussen haakjes onze args op 0. En dan hierachter doen we is gelijk aan 1. En doen we weer van die, ja, doen we een beetje terugsturen met return message channel.send. Dan tussen haakjes dubbel quotes. Dan typ ik hier ik heb nieuwe er is een berichtje verwijderd. Dat was goed geschreven, ja, oké. Okay. Dan hierachter moeten we dit ook nog weghalen, dus dat doen we met punt 10. Dan tussen haakjes, we gaan onze bericht meegeven, dus mcg. En dan met die pijltje alweer, en doen we hierachter gekrulde haakjes. Even mijn voorbereiding spieken. Ja. Set. Time out. En dan tussen haakjes van de gekrulde haakjes. Dan weer een pijltje maken. Fatsoenlijke pijl. Dan weer van die gekrulde haakjes. Dan doen we MACM. Delete. Nee. Delete. Nee. Delete. Oh. Dan hebben we tussen haakjes hierachter een komma. Hierachter doen we een komma. En dan doen we 1000. Zoveel. Amai, ik kan echt niet meer fatsoenlijk praten. Nou, voorbereiding zal ook fout zijn. Amai. Els, als het niet zo is, dan gaan we weer nog een berichtje terugsturen. Eigenlijk kunnen we dit gewoon gans snel kopiëren. Focus, focus. En doen we het berichtje van hierin, doen we met die gekke haakjes. Link in de beschrijving ook nog. Of in de beschrijving staan ze ook. En doen we. Zijn dolle teken. Gekrulde haakjes. Onze pars. In. Dan tussen haakjes onze argumenten op 0. Dan hierachter doen we. Berichten verwijderd. Nou. Oeh. Ja. Oh, ik ben eigenlijk moe. En als er geen getal is opgegeven of er is een error, dan ja. Ik weet niet waarvoor dit is, want wij hebben al een controle ingebouwd. Maar misschien is het wel een dubbele controle. Dus we doen return. Message.channel.send. De zaak is gelieve een getal op te geven. Oké, dat is het. Dit is onze hele commando. Is het nou echt zo simpel? Heb ik het nou echt zo moeilijk voor mij gemaakt terwijl dit het is? We gaan rechtermuis op index.js en klikken we op Open Integrated Terminal. En dan doen we hier in npm start. En dan gaat onze bot opstarten. En ja, dan kunnen we ons command al gaan uittesten in Discord. Nou, we zien onze bot is online.
En we doen onze prefix en dan clear. Oh, je moet iets opgeven wat je wilt verwijderen. Nou, prima, clear 3. Er zijn 3 berichten verwijderd. En bijvoorbeeld als ik 50 doe, dan zijn 50 berichten verwijderd. Nou, en zo kan je dat juist de hele tijd doen. En nu zullen we ook even kijken als onze user info van de vorige video nog werkt. Hij werkt nog. Nou, wat fijn joh. Oh. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op die blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.